Ja, en dat programma Veiligheid, wat mede vanavond met andere programma's aan de Raad gepresenteerd wordt, is erop gericht om juist dat plezierige samenleven in onze gemeente ook vast te houden. Is het een teken van de tijd dat er meer aandacht is voor veiligheid en zorg op straat? Nou, ik denk wel dat je met elkaar oog moet hebben voor het feit dat we regels hebben om een plezierig leefklimaat met elkaar te hebben. Ja, daar hoort ontegenzeggelijk ook bij dat je die regels ook handhaaft. Hè. Dus mensen die regels overtreden en die dat plezierige leefklimaat bedreigen, daar moet je ook een antwoord op hebben als gemeenschap met elkaar. Hoe verklaart u het feit dat de burgemeester steeds meer bevoegdheden krijgt? Ja, dat is een ontwikkeling die je eigenlijk al de afgelopen jaren op gang ziet komen. Dat met name op het vlak van openbare orde, en dat is eigenlijk het verzamelbegrip voor op een prettige manier samenleven en een rustige samenleving hebben met elkaar. Dat is niet alleen maar een taak voor de politie of voor justitie om daar wat aan te doen. Maar juist in de breedte van zorgverlening, welzijn, het helpen ook van mensen. Maar ook tegelijkertijd ervoor zorgen dat het veilig is. Niet alleen in criminele veiligheid, onveiligheid tegengaan, maar ook sociale veiligheid bevorderen. Ja, dat is iets wat heel ver bij de gemeente wordt ondergebracht. Ja, en dan komt het vaak op het bordje van de burgemeester terecht. U heeft aan het begin van het politiek beraad inspreektijd gevraagd. Ja. Waarover ging dat precies? Dat ging over het uitzettingsbeleid in zijn algemeenheid. Veroorzaakt eigenlijk door het uitzetten van patiënten van ons. Een gezin dat daar niet om gevraagd heeft uiteraard. En we maken ons daar grote zorgen over. Wat verwachtte u van de uitkomst, te meer daar een rechtelijke uitspraak ten grondslag ligt en lag aan de uitzetting van het gezin? Ja, het is dus een uitspraak van de civiele rechter, niet van de bestuursrechter. Ik verwacht van de gemeenteraad dat ze de burgemeester aanspreken op zijn beleid. In die zin dat men erop staat dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. De gemeenteraad geeft hier aan dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Want, zegt men, de rechter heeft beoordeeld dat in het ene geval wel uitzetting, in het andere geval geen uitzetting. Maar het zijn twee verschillende rechters. En dat komt omdat er twee verschillende insteken gekozen zijn. In het ene geval de bestuursrechter, in het andere geval de civiele rechter. En in beide gevallen had de bestuursrechter hier uiteraard een oordeel over moeten vellen. En niet de civiele rechter. Ondermijnende criminaliteit. Laat ik het goed zeggen. In de gemeente zien we een teruggang in de opvallende criminaliteit. Zoals inbraken, dat neemt allemaal af. Vernieling neemt allemaal af. Al die criminaliteit waar we ons aan storen en die ons ook verontrust, dat neemt af. Tegelijkertijd zien we een toename van ondermijnende criminaliteit. En dat moeten we dus tegengaan met elkaar. En dat is bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, illegale hennepteelt, illegaal gokken en uitbuiting.